data is het allerbelangrijkste voor de mensen op straat. Ik wil weten wat de melding behelst. Ik wil weten of de persoon of die in onze systemen voorkomt. Nou, als er iets misgaat met de data die wij aanleveren voor bijvoorbeeld een rechtszaak, hè, als de data daar niet op orde blijkt te zijn, ja, dan kan zo'n hele rechtszaak klappen. Wil ik verder gaan, dan wil ik toch weten van wie de eigenaar is en wie de recente gebruiker is. En of die bekend is met wapens en wapengebruik. Als kwartier IB beschermen wij de integriteit van de politiegegevens. Dat zijn opsporingsonderzoeken, dat zijn onze eigen medewerkers. Als je kijkt naar wat we doen, is eigenlijk vooral informatie bewerken. We hebben twee dingen, we handhaven op straat en we doen opsporen. En in die opsporing gebruiken we heel veel informatie. Het gaat om informatie die later naar een rechtszaak gaat. Dus die moet echt, die moet gewoon kloppen, die moet niet gewijzigd zijn. En het gaat ook om informatie over mensen die heel erg belangrijk zijn voor de politie. Hè. De getuigen bijvoorbeeld. We moeten zorgen dat die goed beschermd zijn. Het IB-kwartier is verdeeld over twee verantwoordelijkheden. De eerste is het adviseren van deze organisatie in hoe zien wij kwetsbaarheden, hoe zien we die dreiging op die kwetsbaarheden en welke mitigerende maatregelen stellen wij voor aan nou bijvoorbeeld de ICT-organisatie, maar bijvoorbeeld ook gebruikersorganisatie. Het tweede gedeelte is het monitoren. Dus zijn nou die maatregelen die we geïmplementeerd zijn, zijn die nou echt effectief? Mijn rol is ethisch hacker. Het leukste van hier werken is dat je systemen mag aanvallen die je normaal gesproken niet zomaar mag aanvallen. En eigenlijk een gigantische speeltuin dat je beschikking hebt om allerlei leuke dingen op uit te voeren. Dat is het allerleukste. Mijn afdeling is het SOC. We hebben drie hoofdtaken. De eerste hoofdtaak is monitoring. We kijken natuurlijk met name naar de, wat wij noemen de kroonjuwelen, de belangrijkste systemen. Dat zien we in die logfiles sporen van aanvallen of van misbruik. Dus wij gaan zelf op zoek naar kwetsbaarheden. Dat kan ongepatchte software zijn, maar dat kan ook zijn dat er configuratiefouten zijn. En de derde is, als we dan een incident constateren, dan gaan we ook helpen het op te lossen. Het Nationaal Cybersecurity Centrum adviseert de Rijksoverheid dringend om Citrix uit te zetten. Dat komt omdat er een lek is in het zogeheten Citrix-netwerk. Je hebt meerdere soorten lekken. Dit was er eentje van de ergste categorie, dus remote code execution. En dan ben ik heel blij met de club die ik heb, die meteen een analyse kan maken. Wat betekent dit nou voor de nationale politie? Dus deze en deze die zijn zeker kwetsbaar. Hebben we deze kwetsbaarheid? Waar manifesteert die zich? En wat is eigenlijk de consequentie ervan? Alle informatiestromen lopen over die Citrix-omgeving. Dus als Citrix uitvalt, dan hebben we echt een groot probleem. Dan gaan we ze op tijd mitigeren. Of gaan we ze gewoon even uitzetten? De eerste stap is inventariseren waar we allemaal Citrix hebben draaien. En de tweede stap is dan kijken of die systemen kwetsbaar zijn of niet. Vanuit het REP-team zijn we betrokken geraken bij Citrix. Doordat wij op internet de kwetsbaarheid tegenkwamen. En deze voor een deel hebben omgebouwd naar een daadwerkelijke aanval. Het script gaat eerst op zoek naar een bepaald bestand. Als hij dat vindt en hij kan het lezen, dan is die Citrix server kwetsbaar. Kwetsbaarheden waar aanvallers gebruik van maakten, die hebben we ook zelf losgelaten op onze eigen omgeving om wel zeker te weten dat we veilig waren. Wij waren zeker. Wij wisten precies wat er speelde, bij welk onderdeel het speelde, wat de kwetsbaarheid was, hoe we hem gemitigeerd hadden. Dus wij konden eigenlijk zeggen, wij blijven open. Wij blijven gewoon politie. Voor een deel is het gewoon security werk en voor een deel denk je ook van, wow, we hebben hier te maken met echt leuke informatie. En dat je daaraan mag meewerken om die omgeving veilig te maken, dat geeft wel een kick, ja. Hier werken echt hele gedreven professionals. Wat je leuk moet vinden is bijvoorbeeld een buffer overflow uitpluizen. En de eerste 100 keer lukt dat misschien niet en de 101ste keer lukt het wel en ben je binnen. Dat is soort mensen wat we zoeken, die volhouden en het leuk vinden daarin te duiken. Je kunt hier ook enorm veel, je kan enorm doorgroeien in je vakgebied. Jij zelf kan bepalen wat jouw ontwikkeldimensie is binnen deze organisatie. Heel veel kansen. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van.